2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, die ook nog, die daar staan. 17 nog. 17, dus halverwege. 17 keer 3. Oké. Okay. 17 keer 3. Uurtje, ongeveer. Ja. Alright. Hey, wat ik me afvroeg. Het was ongeveer 1,5, 2 weken geleden. Zou je met Maris praten over de export en het optimaliseren van de retourtjes en dat soort dingen? Is daar nog wat uitgekomen? Optimaliseren? Ja. Nou, volgens mij was jij de initiatiefnemer om het alsnog te vragen en te doen. Terwijl we dat in de vergadering hadden afgesproken dat je dat niet zou doen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen gevraagd over de terugbetalingen. Je bent wel naar daartoe gegaan. Ik heb alleen gevraagd over de terugbetalingen. Maar volgens mij hadden we ook afgesproken in de vergadering dat we dat niet zouden doen. Dat ik niet op iemand af zou mogen stappen? Nou, dat ik daar wel naartoe zou gaan en dat ik het met haar erover zou hebben. Ja, over het optimaliseren van de Excel-sheet en zo, voor de retourtjes en de bestanden. En uiteindelijk doe je het wel. Terwijl we het net hebben afgesproken voor niet. Maar Gerrit, dat gaat over de terugbetaling en ik ben tenslotte hoofdverantwoordelijk voor de financiën. Mm-hmm. Dus het lijkt me niet dat in Utopia dat het voor mij niet toegestaan is om naar iemand toe te gaan om te vragen over de terugbetaling. Alles is toegestaan. Dat klopt. Maar heb je het voor de rest nog met haar over de Excel-sheet gehad? Ik zou het niet met haar over de Excel-sheet zou hebben. Alleen zou ik het met haar over hebben over de terugbetaling. Voor jou dat even gedaan moest worden. Dat was niet wat we in de vergadering hebben besproken. Nee, je mag de notulen erbij halen. Wat ik die dag daarvoor, wat zo is het gesprek gestart, tegen Maris heb gezegd, is of het wel goed gaat met het bijhouden van de retourtjes, wat is er verstuurd, een nieuwe export in een oude export plakken om te zorgen dat je zelf altijd een up-to-date export hebt. En dat staat los van de terugbetalingen. Mm-hmm. Even iets anders. Wat was je motivatie om hier te komen? Alleen om te kijken hoe lang dat ik met die mokken bezig zou zijn nog? Nou ja, ik wil graag weer schrijven, maar je praat er nu overheen. Nee, ja, ik vind weer, je begint met een normale vraag en dan, oh ja, dit ook nog even. En ik van ja, dan probeer je het gesprek een beetje in te leiden, heel soft en dan uiteindelijk, oh ja, dan even dit doen. Maar wacht even, dus het was niet de bedoeling dat ik op iemand gewoon een inwoner afstap? Over de terugbetaling en dan nu uiteindelijk, dan vraag je af waarom ik hier in hemelsnaam ben. Ik heb je 2 vragen gesteld, dat is de reden waarvoor ik hier ben. Maar wat hadden we afgesproken in de vergadering? Dat ik het niet met haar zou hebben over het optimaliseren van de Excel-sheet. Maar gast, nou, ik ben hoofdverantwoordelijk voor de financiën. Ik mag me toch druk maken om de terugbetaling? Nee, maar je draait het gesprek een beetje om en dat is prima. Maar uiteindelijk weet ik wel, van het ging over de terugbetaling en ging het over in de vergadering. Uiteindelijk zou ik er zeggen van, joh, misschien ben je daar niet het juiste persoon voor om dat even met haar over te hebben. Nou, daar waren we het over eens. Nou ja, je moest er een beetje om lachen. Nou, prima. Dus het ging alleen over de terugbetalingen? Ja. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Is goed. Ik denk dus dat het goed is dat hetgeen waar het over ging, dat ik dat gesprek alsnog zelf ga voeren. Ja joh, maar je doet je ding maar. Je lacht weer, het is goed, loop je weer naar de deur toe. Ja, maar Gerrit, dat is helemaal niet wat we hebben besproken. En hoe kan je nou in een situatie zitten waarin je tegen mij nu kan zeggen dat het niet de bedoeling was dat ik over iets wat over de financiën gaat, over 6.500 euro terugbetalingen, als hoofdfinanciën niet op Maris af zou kunnen stappen? Daar was ik toch nooit akkoord mee gegaan in de vergadering? Maar je hebt er ook helemaal geen weerwoord over gegeven. Je moest een beetje lachen. En toen zei Frenny nog tegen jou van, niet lachen. Omdat het ging over de Excel-sheet en het optimaliseren daarvan. Dat gesprek heb ik die dag ervoor met haar gehad. Wordt het bijgehouden waar de retourtjes zijn? Ik zou alleen even over die terugbetaling hebben, dat dat gedaan werd. Want dat was aan de orde in de vergadering. Oké. Okay. Dan heb ik het helemaal verkeerd. Dan blij dat je je fout toegeeft. Ja. Het was anders geweest. Weet je wat het is, Ger? Het heeft geen zin om er tegen in te gaan. Ik weet dat ik gelijk heb, maar gelijk heb is niet altijd. Oh, je weet dat je gelijk hebt. Oh, dus je zegt net, je zegt fout en nu heb je gelijk. Ach, nee joh. Gewoon, het is goed toch? Als jij wil leven in de waan dat je gelijk hebt, heb je gelijk. Yes, dag. Jammer weer allemaal. Fucking kleuter. Echt, wat een stukken verdriet hier, jongen. Wat een zielige mensen.
Liefie. Kan jij je die vergadering nog herinneren? Ja, zeker. Die dag ervoor ben ik naar Mariska toe gegaan. Toen heb ik dingen aan haar gevraagd als zijnde van... joh, hou je een Excel-sheet bij wat er verzonden is? Dan zou zij dingen op groen hebben gezet. Ja. Dan zeg ik, kunnen we er even naar kijken? Heb ik geen tijd voor. Dus ben ik naar boven gegaan. Wat ze zei dat het op het bureaublad stond, was het kwijt inderdaad. Toen heb ik het met haar gehad over, hou je retourtjes bij? Wat is er teruggestuurd? Wat is er zelf verzonden? Plak je een nieuwe export onder een oude export... zodat je altijd een up-to-date lijst hebt? Dus gewoon het proces optimaliseren. Dat heb ik toen in de vergadering gegooid de dag erna. Met uiteindelijk als kanttekening van... joh, ik heb het aan Maris gevraagd, krijg niet echt feedback. En ze is hier ook niet. Dus ik vind het heel lastig om het erover te hebben. Ja. Toen zou Gerrit met haar over die export gaan hebben. Ja, I know. Maar ik ben die dag ben ik gewoon naar haar toe gegaan voor de terugbetalingen. Want ik ben namelijk hoofd financiën. Dat is mijn taak. Ik zou nooit mee akkoord gaan dat ik niet voor terugbetalingen naar Mariska mag gaan. En volgens Gerrit zou hij dus alleen maar naar haar toe gaan voor de terugbetalingen. Dus niet voor het optimaliseren van die export en alles wat daarbij hoort bij retourtjes, het verzenden. Hm. Ja. Daar word je toch kotsmisselijk van? Ja, maar het gaat hier toch niet anders, Jess? Had je een fatsoenlijk antwoord verwacht dan? Dus ik ga naar hem toe en ik vraag eerst aan hem hoe zit het met de mokken? Wanneer is de DJ-set klaar? Daar komt eigenlijk op neer wat ik wil gewoon weer doorschrijven. En toen stelde ik daarna die andere vraag. Maar toen had hij me op mijn andere vraag nog geen antwoord gegeven. Zegt hij maar, ja, en dan kom je eerst binnen met een normale vraag en dan uiteindelijk deze vraag. Dan denk ik, oké, dus ik mag niet op mensen afstappen in Utopia, terwijl ik hoofdfinanciën ben en het voor mij belangrijk is. En nu moet ik ook al met een gegronde reden naar binnen komen om twee verschillende soorten vragen te stellen. Wat is Gerrit voor fucking imbeciel? Deze gozer is toch niet goed bij zijn hoofd? Wat een sukkel, jongen. Ja, het is echt vreselijk, man. Hoe kan je dit nou ook in je hoofd halen? Dat ik nu moet gaan verantwoorden waarom ik met twee vragen binnenkom lopen... en waarom ik ervoor heb gekozen om eerst de vragen voor de DJ-set... en niet eerst die andere. Had ik het andersom moeten doen? Ik heb gewoon twee vragen en ik stel twee vragen. Ja, dat is toch ook prima? Ja, en in welke volgorde maakt het toch niet uit? Nee, dat boeit toch ook. Als ik moet poepen en plassen, boeit het toch ook niemand... of ik eerst ga poepen of eerst ga plassen? Of het allebei tegelijk doe? Ja. Wat een poeplap, jongen, ook die gozer. Zo kotsmisselijk van deze mensen. Maar deze twee, die Maris en Ger, wat willen die nou in hun leven gaan bereiken met zo'n houding? Het enige wat ze nu aan het doen zijn, is jou tegenwerken en tegenstribbelen. En genoeg redenen zoeken om met jou in discussie zo niet ruzie te raken. Wat Ger gisteren ook bij mij doet. Wat een kneus, jongen. Dat is het enige wat ze nu aan het doen zijn. Het is toch te zielig voor woorden. Gewoon, hoe haal je het überhaupt in je hoofd om te vallen over welke vraag ik eerst stel en welke ik daarna stel? Dan spoor je toch niet meer om. Dan spoor je het toch nee, niet. Dat maakt geen reet uit. Maar dat is allemaal redenen zoeken om, Jess. Dat klonk heel boos. Weet je wat het gewoon is, meer? Het is gewoon een typisch gevalletje waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja, het is grappig dat hij dat gisteren tegen mij zei. Oh ja? Ik zei ja, dat klopt zeker, is absoluut waar. Maar hij gaat nu veel met Mariska de leugenaar om. En nu staat hij gewoon ook te liegen. Ja, als het hem maar goed uitkomt, Jess. Kan de mama geen reet schelen, die gozer gaat overlijken. Zullen we het huisje doen? Wat? Zullen we het huisje doen? Huisje? De DJ-set verplaatsen. Wat heb je daar gisteren? Ja. Ja, prima. Is leuk toch even. Ik moet ook nieuw hout sprokkelen vandaag. Het hout is op. Zet dat moe van mensen. Ik begrijp het ook echt niet, jongen. Wat bezielt mensen om zo te doen? Dus het is zielig, toch? Ze hebben daar toch een reden voor. Dat begrijp je toch zelf ook wel, ja. Ja, maar dan ben je toch niet goed? Dan ben je toch gewoon niet goed? Sommige mensen zijn nou eenmaal zo doordacht. En je moet ook het gesprek helemaal niet meer aangaan met onredelijke mensen. Nee, niet doordacht. Het is gewoon fucking zielig, man. Wat een zielige mensen. Ja, maar de acties die ze uitvoeren zijn dan toch doordacht. Ja, goed over nagedacht, maar het klopt allemaal net niet.
moet mezelf ook echt heel erg rustig houden op dit soort momenten. Hm? Ik moet mezelf ook echt heel erg rustig houden op dit soort momenten. Had ik gisteren ook gekregen. Moet ik echt tegen mezelf zeggen, meer alles wat gezegd wordt is onredelijk. Laten we lekker lullen. Het tosti-apparaat staat nog. Oh, jouw tosti zit er ook nog in. Die heeft er net te lang in gezeten, liefie. Wil je nog tosti? Nee. Weet je wat dat is, Jess? Wat moet je ermee? Hoe kan ik zo weinig mee? Ja, weet je wat het gewoon is? Je wordt gewoon doodmoe van dit soort mensen, jongen. Ja, sorry, ik lig op mijn zender. Je ligt op je zender? Licht. Mensen liegen je door een zender. We hebben vandaag nog 23 dagen totdat het 31 december is. Is Utopia bijna afgelopen. Ik ga even douchen. Ging het toch het huisje doen? Ja, doen we daarna wel. Oké. Zal ik je heel eerlijk zeggen dat ik in mijn leven nog nooit in een situatie ben gekomen dat ik tegenover twee mensen zoiets heb gehad van nou snap ik het echt als in echt niet meer. En dat ik denk van, ik weet ook niet meer hoe je ermee om moet gaan. Want het maakt niet uit wat er gebeurt, het maakt niet uit wat er gezegd wordt. De leugen is de eerste keuze die er voor hun gemaakt wordt. Er zal nooit een situatie komen waarin ze zeggen, had ik misschien anders moeten doen. Je hoeft niet te zeggen, ik heb het fout gedaan. Maar je kan zeggen, dat had ik misschien anders moeten doen. Of kan ik in de toekomst voortaan anders doen? Dus je kan toch ballen tonen en gewoon gaan staan. Jongens, sorry, ik heb het verkeerd aangepakt. Ik heb het fout gedaan. Ja, tuurlijk, maar daar heeft bijna niemand de ballen voor. Maar je kan in ieder geval, hoef je niet om te gaan liegen standaard. We zijn hier gewoon met mensen die gewoon met bijna alle woorden die ze gebruiken op een dag, tegenover mij of jou in ieder geval, aan het liegen zijn. Op het moment dat ze ergens op aangesproken worden. Ja, dan begrijp ik dat je het liefst rond de Milan of een Hiske hangt. Dat begrijp ik, of een Frenny. Want die confronteren je niet met de waarheid. En daarom zijn wij ook irritant voor ze. Ja. En wij zijn hard en Hiske die brengt het al als moeder overste. Daar gaat het ook mis. Zolang ze maar niet geconfronteerd worden, is het prima. Ja. Ze zoeken alleen maar mensen op waarmee het gewoon lekker makkelijk gaat. Oh, die begint toch niet over iets wat ik verkeerd heb gedaan. Daar trek ik mee op. Klopt, fucking zielig toch? Ja. Slim ook. Nee. En wij zijn irritant. Slim, het is toch gewoon zielig? Ja. Ja, ik vind er niks slims aan. Uiteindelijk heb je alleen jezelf ermee. Achterlijke mensen.
zit jij hier in je eentje? Oh ja, ik zit lekker bij mijn vuurtje. Oké, waar is Jessie? Roken. Oké. Ik heb weer geld uitgegeven. Lekker hoor. Iedereen? Ja, geen idee. Iedereen zal weer lui in zijn huis liggen. Oh, oké. Ze is boven. Ja. Ik hoop echt zo erg dat het publiek een grotere rol gaat krijgen de komende tijd. Ja, dat geloof ik wel. Hoor. Wat die allemaal zullen zien. Wist je dat alle Burr-maanden evenveel letters hebben behalve oktober? Ja. Dat is niet waar. Wel, toch? Nee. Of is september er nou 9? Ja, 9. Dan lul ik onzin. Maar ja, wie niet, wie binnen. Lekker generaliserend. Meer alleen kachel. Waarom ga je er zo dichtbij zitten? Ik wil kijken hoe het met het vuur gaat. Ja, maar je kan beter dicht bij mij gaan zitten. Ik ben echt blij met mijn armbandje. Maar het moet wel iets strakker. Ja, ik zei het toch al. Ja. Klopt. Dat was echt geweest, toch? Was je bijna kwijt al? Nee, natuurlijk niet. Hij gaat er niet af voor, maar... Kijken. Hij zit toch net iets los. Moet ik hem vaster doen? Zo wil ik hem. Zo wil ik hem. Heb je gezicht niet ingesmet? Jawel. Niet waar. Nee, je liegt. Ja. Maar dat kan ik niet. Ik kan niet liegen. Oh, wacht het snel. Ja, ja. Oké, okay, dat is goed. Ja, perfect.
Oh, Mereltje, Mereltje. Het is allemaal wat te liefie. Het is zo moeilijk hier. Moet je kijken wat mij opgeschreven zit hier. En ik zie ook... Als mensen al gepikeerd kunnen zijn, mij erop aanspreken welke vraag ik eerst stel. Als ik twee vragen wil stellen, dan is het hek gewoon van de dam. Dan valt er ook helemaal niks meer op te lossen. Dan kan ik het nog zo graag willen om normaal met elkaar om te gaan, maar dan kan het niet meer. Dat is namelijk te raar voor woorden. Ik zat net te denken, ik denk dat Ger, Maris, Milène op jou gaan. Vol. Maar wat is voor ons dan handig om te doen? Ik weet niet of het zo slim is om op Maris te gaan. Hier wil niks zeggen. Fren gaat sowieso verdelen. Over Milène en Mariska. Hiska. Zie ik ook nog verdelen tussen die twee. Ja, ik zeg gewoon lekker Milène of Maris. Ja, zover was ik al. Maar ik zou dan eerlijk gezegd gewoon voor Maris gaan. Als ik Hiske zo inschat, kan ik me niet anders voorstellen dan dat zij op Milène gaat. Of misschien weer een twee-eentje. Maar ik weet het niet. En wat gaat Brendan doen? Gaat Brendan op zijn eigen maatje stemmen omdat ze nog steeds naar huis wil, maar niet uit zichzelf wil gaan? Nou, ik denk dat ik ook wel een stem van Brendan krijg. En wat gaat hij met z'n andere twee doen? Misschien krijg ik wel drie. Dat maakt nou niet in principe uit. Maakt niet uit. Het zou juist beter zijn als je van Bren ook nog vol krijgt. En dan bepalen wij zeker wie de tweede wordt. Ik vraag me alleen af of Mariska de bal heeft om op jou te stemmen. Ik vraag me echt af. Natuurlijk weer wel als ze versterkt wordt door Ger. Milène is in ieder geval het spel helemaal aan het meespelen. Dus van mij mag hij ook echt per direct vertrekken. En ergens is een kleine hoop in mij dat we gewoon morgen een brief krijgen met dat het publiek twee mensen op de bank heeft mogen zetten. Dat is echt een stille hoop. Zeg mijn gevoel, Milène. Ja, dat zou ik dus niet doen. Weet je wat het namelijk is voor dag 2? Als Milène huilend tegen Frenny zegt, ik wil nog niet naar huis. Dan weet je niet wat Frenny gaat doen. En op dag 2, als ik naast Maris zit, weet ik in ieder geval zeker dat ik hem van Frenny ga krijgen. Dat is waar. En van Bren. Dat denk ik ook. En van jou. Dan zitten we op 3. Dus van de 6. Dus dat is al een gelijkspel. En het publiek heb je sowieso erbij. Dat kan ik niet verliezen van Maris. Nee. Dus daarom denk ik dat dat het beste is. Nou, dat zou toch helemaal wat zijn.
Nee. Dan, dat is natuurlijk onmogelijk. Dan zou je een familie ook niet verliezen, denk ik. Alleen dan zit je met de energie hier. Ja, en dan ben je afhankelijk van het publiek en dat wil ik niet. Ik heb er best wel veel vertrouwen in dat het goed komt met het publiek. Maar ik wil er niet afhankelijk van zijn. Nee. Dus liever maar eens. Oké, doe het. Ik ben er sowieso helemaal zat, jongen. Ja. Ja. Godverdomme, toch een peuter in een volwassen lichaam. Volwassen lichaam? Lichaam van een 90-jarige. En de vrouw die hier toen kwam zingen, die was nog vitaler. Ze was 92. Hoe gaat het met je kunststukje? Wat? Hoe gaat het met je kunststukje voor de trofee? Dat is natuurlijk echt gelul, hè, Meer? Ja.